eigen boek, dat noemde ik inderdaad bestseller omdat ik dat het meest voor de hand liggende titel vond. Voor een boek over het schrijven van boeken. Dat was heel erg slecht verkocht bij aanbieding. Dus in de voorverkoop, ik geloof 300 of zo, toen dacht ik echt, jezus mina, waar doe ik het voor? Vind ik ook bij andere beschrijvers ook trouwens, dat je denkt, ja, waar doe je het voor? 300 mensen, ja, dan kan ik echt beter al mijn vrienden even bellen. Niet dat ik 300 vrienden heb, maar uiteindelijk zijn er wel 10.000 verkocht. Dus. En nu is het uitverkocht en ik moet het herschrijven, maar dat heb ik niet gedaan. Mijn idee met bestseller was wel dat de slushpaal iets zou verbeteren, maar dat is helaas niet... De mensen begrijpen gewoon echt niet wat je probeert. Ja, ook al geef ik er letterlijk voorbeelden in van hoe je een proposal schrijft of hoe je een begeleidende brief schrijft, of weet ik het allemaal. Ja, mensen hebben toch echt geen idee over wat voor prut ze zitten te maken. Dat je echt mensen aan de lijn hebt, ja, ik neem nooit de telefoon op, maar mensen die dan hierheen bellen en zeggen, ja, u begrijpt het echt niet, het is echt heel goed. En zeg je maar, er staat 2 keer dezelfde persoonsvorm in uw eerste zin en de bijzin is gewoon niet afgemaakt. En dan hoor je de mensen echt denken van, waar heb je het over? En ik denk, ja, maar dat moet je echt wel kunnen. Dat moet je echt wel weten. Je moet echt wel weten wat, als je deze zin niet snapt, moet je gewoon niet schrijven. Als je niet weet wat de persoonsvorm is en je zet hem er 2 keer in, moet je gewoon geen boek willen schrijven. En je moet echt wel een goede zin kunnen maken om mee te beginnen. En mensen denken altijd dat een idee een boek is. Van, ik heb een heel goed idee. Ik denk, ja, ik heb ook wel zo'n goed idee. Maar... we geven cursussen in Amsterdam. Dat is een 2-daagse of een 8-weekse cursus, meestal 2-daagse. En dat is voor 4, 5 of 6 mensen of zo. Het heet literair debuteren, dus dat betekent dat je je manuscript leert verbeteren, maar ook uitgelegd krijgt hoe het boekenvak werkt en hoe je iets beter beslagen ten ijs kan komen bij een uitgeverij. Dat is de cursus. De masterclass is in Spanje en dat is ongeveer hetzelfde, maar veel intensiever. Dan doen we een heel manuscript en dat zit je 4 dagen in een hotel waar je niet uit mag van mij en zo. Ja, mag wel, maar dat doet niemand. En dan gaan we daar heel het manuscript helemaal doen. Dat is een soort hersenspoeling. Die cursussen en die masterclassen doen natuurlijk ook gewoon een beetje geld te verdienen. Maar dat is gelukkig niet echt meer nodig. Maar daar is wel een beetje mee begonnen, 10 jaar geleden of zo. Maar het is natuurlijk ook gewoon een manier om talent te scouten. En we hebben bijvoorbeeld 1 cursus gehad, volgens mij juni 2012 geloof ik is dat uit mijn hoofd. En daar zijn er 6 van de 6 inmiddels gedebuteerd. Dus dan is het slagingspercentage van zo'n cursus 100%. Maar dat is niet altijd het geval. We doen 4, 5 cursussen per jaar, dus het is zo'n 25, 30 cursisten per jaar. En een derde daarvan weet het ook te brengen tot echt debuteren en in de boekhandel komen.